Goedemorgen, daar zijn we weer. Lang geleden. Lang geleden. Het nieuwe seizoen. Vandaag is de seizoenopening. Dus we gaan volle bak 2 dagen vissen. We beginnen met Lola en Hugo aan boord. En dan verderop dit weekend komen nog wat vrienden langs. En gaan we eens even kijken of we wat vissen kunnen vangen. Plan is gewoon lekker onze neus achterna. Kijken wat werkt en dat lekker doen. Klinkt als een goed plan. Let's go. Zo, eerste stekkie. We zijn beginnen vandaag op de rivier. En ik ga eens even kijken of dat er ergens een snoekje ligt bij het plantenbedje wat we af gaan vissen. Het water is nog vrij troebel, dus ik weet niet of het gaat lukken. Het zal in de loop van de dag met het getij wat helderder worden hier. Gaan we eens even kijken of we hier nog een mooie snoek op kunnen vangen. Als eerste aasie van het seizoen. First cast. Hangen. Hoppa. Lekker. Oh, er komt de eerste meter van het seizoen aan. De eerste vis is direct de eerste meter. Zou het? Ros, joh. Hoi, joh. Tering, hé. Hugo die begon ook met een glider te gooien, dus ik dacht, nou, dan doe ik even wat anders. Een spinnenbeetje. Maar ik denk dat bij de glider blijven een beter idee was geweest. Oh. Moet je hem even scheppen, wat denk je? Kijk maar eventjes. Ik mag het schip niet klaarmaken. Oké. Okay. Lola, even van dat schip net af, AUB. Oh, die poer is wel een ramp. Ja, mooi man. Ja, staat hij al. Eerste stek. Eerste meter. Kijk dan, een pakje. Oh joh. Ik denk zelfgekleurd kunstaasje. Wat goed opvalt. Ja, dat is echt een hele dikke meter. Ja, dat is een hele goede vis. Lola, vinden we heel erg leuk. Oei, hangt Indrecht los, hè? Ja. Ja. Hoppakee. Dat is gewoon een visser in het team. Ja, die ring, hè. Ik moet even zien onthaken als het kan. Wat hebben we, Lola? Oh, wat een tank, man. Hoppakee. Dat kan slechter voor het seizoen openen. Maar er zit een kop op, jongen, dat is niet normaal. Bizar. Wauw, wat een vis. Laten we even een plaatje maken. Tering, wat een ding, joh. Dat is echt bizar, man. Mooi in het ochtendzonnetje. Zo. Ja, we zijn 5 minuutjes bezig. Ik begon met een klein plugje, maar ik zag Simon gooien met het snoekkunstaasje. Heel erg leuk. Ja, die smaak hebben we te pakken. Zo. Ik denk dat we eventjes doorgaan, want dit is wel echt niet normaal. Ja, een snel plaatje maar. Echt een belachelijke ras ook. Een snel plaatje, meten en we terug. Oh, jong man. Snel gemeten, 1 meter 11. Eerste van het seizoen. Hoppa. Oh, wat een ding. Tenkeloeres. Kan je mee beginnen? Oh. Hoppa! Lekker ouwe. Zo. Lola, wil jij handje likken? Oh, maar dat is lekker. Ik was dus geswitcht naar iets anders dan de glider, omdat ik Hugo er ook naartoe zag switchen. Ik dacht, ja, allebei direct hetzelfde doen, te dom. Maar ik denk dat ik er gewoon ook maar aan hang. Wat goed is, is gewoon goed. Ja, als het goed is, is het goed. Dus, en door. Nou, eerste vis is binnen. We kunnen lekker ontbijten. Ja, Lola? Oeh. Hé, hey, wacht hè. Doe even een beetje rivierwater erbij. Oh, dat is een beetje veel. Nou ja, maar niet uit. Ja, dit kun je wel op, hè. Potje. Doe
dan kan er ontbeten worden. Nou, zullen we eigenlijk voor de snoekbaars gaan. Ik meet 1,10 snoek, 85 plus snoekbaars en een baars van 48. Het zou een mooi doel zijn voor dit seizoensopener. Direct voor de gemiddelde Nederlander, allemaal weer. Ja. Zo, wat een beetje. Zo, niet normaal man. Niet normaal man, ik ga even naar boven. Komt een beetje tweede worden? Nou, weet ik niet. Het zou kunnen. Staat er nog eentje bij de kromme hengels? Zo, het zijn wel goede kopstoten. Ja, hij is wel een stukje kleiner dan jouw vissen. Ja, ja. Dus. Weer paniek, kromme hengels. Drie warpen later, ook maar even op de glider overgeschakeld. En direct weer beet. Ongelooflijk wat. Dat is niet normaal hè. Zo. Ze hebben er zin in. Lijkt wel alsof ze twee maanden geen kutsas hebben gezien. 5,96 is hier op. Doe die eventjes. Ik hou die hond vast. Het begint zelfs te piepen. Ja, zo. Het zal heel weinig schelen, denk ik. Ik denk dat het ook gewoon een metertje is, hoor. Net niet misschien. Het zal echt heel weinig schelen. Dat is die. Dat is gewoon een metervis, hoor. Ja, toch? Zeker wel. Lekker, dat is echt wel een metervis hoor. Even lekker. Hoppa! Oh, daar oh, is ze zo lekker naar verlangd. Dat is eindelijk lekker de snoeken mogen likken. Zo! Daar is vis nummer 2. Even starten op snoek was geen slecht idee, Huug. Nou ja, hoe lang duurde dit? Het was een warp nummer 2 volgens ja, mij, die van mij hè? Liggen volgens mij zelfs nog op hetzelfde ankerpuntje als bij die vis van Hugo. Drie worpen na die vis van Hugo. Bam, de tweede metersnoek. Hoppa. Tenminste, ja, dat zal hij wel. Haalt hij wel. Ook op de glider, toch maar even terug overgeschakeld. Die zou bijna denken dat dat vis vangt hè? Ja, om dan maar even snel uit te halen. Ja. Vijf gewoon hè? Ja. Niet normaal. Helemaal goed. 1,05 meter. Zo kun je het nieuwe seizoen starten. 1,11, 1,5. Snel terug. Dat is leuk helemaal hè. Zo spannend allemaal. Dat zijn ze. Lekker maatje. Kaboom. Nou, kopje koffie nummer. Ja, gaan we nog een kopje koffie drinken. Of ja, zo gewoon een pilsje pakken. Ja, dan kijken we wel of we nog een warpje doen. Oh man, dit is echt niet normaal. Wat een start even hoor. Ik zit even lekker een bakje koffie te doen. Genieten van deze mooie vangst. Achter mij wordt de volgende alweer gedrild. Wat ben je aan het doen nu? Oh, ja. Simon was zo lekker aan het vissen. Ik denk, ah joh, gewoon lekker doorvissen. Simon even lekker chillen. Drie keer aan het dakpuntje. Exact hetzelfde waypointje. Ja, ze worden wel kleiner. We moeten weg hier. Hij wist hem al. Ik doe nog een keer eroverheen. Maar ze zijn echt heel gretig vanavond. Mooi snoekie. Ja, heel goed. Nou. Woehoe. Altijd spannend jongen, die snoeken. Heerlijk. Maar wel leuk. Zal vast niet op de glider gevangen zijn. Nee. Hij is ook gewoon goed 80 hoor. Prima vis. Niks. Niks mis mee. Zo! Die is zo! Mooi joh! Wow, wat een knal joh! Zo! Niet normaal ouwe! Zo! Volgende! Ik ga er even achterop gaan, sorry, maar. Heel goed.
zeggen net tegen elkaar, daar ligt zo'n mooi plantenbedje. We kunnen het vanaf hier zien. Er moet er een bij liggen. Ik weer. Nou jongens, er komt weer een vis aan. Zo, die is groot gek. Oei, joh. Nee joh, die lijkt nog wel groter. Moet je een scheppen of niet? Ja? Hoppa! Die zit erin. Hier, pak je dat net? Die gaan nog een paar keer rushen, denk ik. Maar hij zit erin. Wat is dit voor opening, joh? Dit is toch niet normaal? Dit is echt niet normaal. Als we het meetlintje in de lengte van de boot moeten leggen, dan weet je het wel, hè? Dan zijn ze 1,10 plus. Want hier tussen de bankjes, dat past net met een 1,10. Maar ik denk dat deze vis daar overheen gaat. Laat maar eens even zien wat je hebt. Wat een mel. Ga je hem eerst even likken? Eerst even likken. Dat is heel belangrijk, dan wordt ze rustig. Ja. Zo, afgelikt. Laten we eens even zien. Ja, wat een kalf, jongen. Ja, dit is wel echt wel absurd. Het valt mee, hij is maar 1,13. Jongens. Wat een start, joh. Kan niet op, hè? Dit is gewoon dik 10 kilo, jongen. Dit is echt bizar. Oh, hij is echt heel zwaar. Het is nog niet eens 8 uur. En we hebben eerst de 3 meter snoeken al binnen. We zijn dus letterlijk gewoon net een uurtje aan het vissen. 3 meter snoeken en nog een kleinere. 1,11, 1,13 en 1,5. Oh, bizar, joh. Lola, wat vind je ervan? Niet normaal. Eerste stekkie. Eerste stekkie. Even goed laten zien. Ja? Ja hoor. Het is gewoon weer een dikke. Valt er mee. Volgens mij valt er mee. Zit ik even in mijn kunstasbox te rommelen. We zijn net aan het discussiëren over... Wisselen. Welke kleur we moeten gaan pakken. Voor ik denk toch maar deze over. Ik zou hem er gewoon aan houden. Zo. Zo. Vet hè. Zo! Die lag gewoon, op de boot. Ik moest hem gewoon terugtrekken met de lijn, anders lag hij binnen boord, joh. Zo, daar komt hij nog een keer. Oh, daar zit hij nog maar aan een puntje raak. Pak hem gewoon even uit water. Ja, het kleinste van de dag, dat is niet waar. Ja, 93. Ja. Kleintje. Wat een klein ding, hè. Vis van bijna een meter die gewoon eventjes denkt, ik spring gewoon binnenboord. Dus. Wat een idioot. Dat dacht ik al. We hebben nog steeds geen biertje gedronken, Simon. Ja, dat was weer kort daarna. Dat is echt bizar. Lekker man. Die moet er vervangen worden. Hey. Vet, gewoon een snoepbaars aanbeet in het zicht. Ja. En los. Oh. Ja, we zitten nog steeds op het allereerste plantenbedje van het seizoen. Het eerste plantenbedje van het seizoen. En wat hebben we? 5 snoeken en een snoepbaars. Niet verkeerd. Niet verkeerd. Ik denk dat we vandaag gewoon lekker doorgaan. Ondiep, snoeken. Totdat het niet meer loopt en dan gaan we wel wat dieper vissen. En sowieso moeten we.
komen we zo eventjes terug naar de helling. Want onze maat voor dit weekend, die is er ongeveer. Die moeten we even helpen met traileren en poort open doen en dat soort dingen. Nou, laatste warp in met de 34. Jo! Oh! Oei, 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 oei! Zo! Zo, wat een knalgek! Ik ben net niet warm getrokken. Zo! Ik werd bijna overboord getrokken, hoor! Jongetje, hoor! Oh, dit is vet, man! Heel sterk, hè? Hopsa! Ja! Daar is er gewoon weer een. Ik kan verkeren, zo zeggen. Bizar, man. Een week lang in Schotland gevist. En nu hebben we al meer grote stukken. Op het eerste stekje hier in de achtertuin. Dan heel de week in de Schotland. Maar goed, van jou. Waar is die al? Nou, ja, mag likken. Jij ook eens even likken. Likken. Zoveel blijheid. Oh ja, lekker, lekker, lekker. Mooie, mooie, mooie snoek weer. Ja, we gaan hem niet opmeten, maar hey, heb je gezien dat hij een klein beetje toetoon is op zijn kop? Oh. Zie je dat? Ja. Mijn hengel ligt nog hier, van mijn vorige vis. Hugo zegt, ik doe nog even een warmpje. We moeten Hans ophalen, maar ik wil niet. Maar ja, hangen. Volgens mij is het weer een grote vis, hoor. Ik ben er niet. Ja, kijk hoe diep hij blijft. Ja, ik zie een goede kol. Ja, ik dacht even dat ik op de bodem aan sloeg. Ah, mooi vis. Kleintje voor jou. Oh. Oepsie! Denk het wel. Ah, nee, denk het niet. 100%. Hoppla. Ja, het wordt een beetje saai, al die grote vissen bij jou. Normaal toch? Dat is een metertje precies. Hey! Zo, look who's there! Hansy Pansy, Outback! Hij komt met een goede entree. Lekker bakkie koffie met wat lekkers erbij. Daar gaat hij. Heerlijk. Nou, hier word je wakker van, hoor. Ja, ziek idee. Zwarte goud. Zwarte goud, heerlijk. Nou, dan hoef je de hele dag ook niet weer. Proost, mannen. Ja, ja, proost. Ja. Oh, die is groot, gek. Dat is lekker, hè? Ik denk dat we je meter nummer 5 van de dag hebben. Je zegt gekke werk, man. Zo, een bak, joh. Kom nog eens. Ik heb het 1. Een metertje nummer 5. Hoeveel was die? 1 meter 1, hè? Lekker. Lekker!
Nou, we hebben zelf eventjes avondeten gehad. Lekker bij de helling hebben geschotteld. En overdag was het heel erg taai. Eigenlijk heel weinig actie gehad. Terwijl de ochtend echt helemaal los ging. Dus ja, even lekker op het juiste moment naar ons idee. Zelf even eten en dan nu de hele avonduren meepakken. Nou, dit duurde 5 minuutjes. En dan hebben we weer een mooi snoekje. Graag te veel. We hadden weer een mooi snoekje. Doei doei. Oh. Zo perfect, hè, zo'n handen schoonmaken. Een snoekbaarsje. Een snoekbaars. De draaide vangt alles. Die hebben we nog niet voor de lens. Tenminste, als je hem binnenboord gaat tillen. Dat moet lukken. Ja? Moet lukken. Ja. Dus. Hoe wil jij hem even likken? Ja. Oh. Snoekbaars is wel iets minder lekker dan snoek, hè? Ja, snoek is wel lekkerder, hè? Dat vind ik ook. Ah, nee. Nou, mijn eerste gevangen snoekbaarsje van het seizoen. Tijdens het snoeken. We zijn vandaag gewoon diehard aan het snoeken. Vanochtend ging het helemaal los. Overdag was het een beetje taai. Hier en daar een aanbeetje of een visje. Niet zoveel gefilmd. En nou, ja, in de avond dachten we dat het wel wat beter zou gaan. Maar ook nog niet echt. Hugo één snoekie. Een handje gemist. En nou, eigenlijk precies zoals we, wanneer we wilden verkassen. Een mooi snoekbaarsje. Zou die zijn? 55 of zoiets. Dat is 85 plus. Dat is cute. Heb je toch wat te winkelen die bakken van me? Ja? Lola vindt het heel leuk als we een visitrapper hebben. Ah, jongens, de ondiepe visserij vanavond was toch taaier dan we hadden gehoopt of verwacht. En we hebben nog, denk ik, een uurtje licht of zo. Zeiden tegen elkaar, kom, we gaan heel eventjes voor het eerst dit seizoen paletje kijken. En we hebben al een paar vissen gezien in best wel korte tijd. Eén mis, één los. Dus ja, ze zijn wel actief. En nou zag ik een mooie liggen op afstand, 20 meter er naartoe geworpen. En volgens mij ligt de eerste 80er van het seizoen al in het net. Wat een monster. Niet volgens mij, dat weet ik wel heel zeker. Wat een monster sessie, niet normaal. Zit een aardig handvat op deze snoekbaars. Ja, is niet zo heel klein, hè? Nee. Ik denk dat het toch best wel eindje richting de 90 gaat, hè? Hatse flats. Wat zeg je daarvan, Lola? Echt een hele mooie vis. Hey, wat liefst hij, hè, tegen de snoekbaars. Zo, wat een kop zit hierop, joh. Ja, dat is gewoon een vis. Leg hem er eens op. Ik ben heel benieuwd, want ik denk dat hij eigenlijk 90 is, hoor. Zou het? Ik denk het wel. Oké, zo groot tekenen die niet af op de... Nee, ze zijn niet meer zo dik, hè? Maar die is echt wel 90. Zo. Wat doen wij? Oké, hij is 96, jongens. Ja, die is wel 80. Ik had dit echt niet verwacht. Ik gooi die vis aan en ik denk, ja, nou ja, mooie vis. Lijkt op een visje van 75 of zoiets. Maar hij was ook nog wel ver weg, hè. Het was al 20, 25 meter weg. En dan... vertekent het dus blijkbaar wel aardig, want hij is gewoon 96. Ja, dan verklaart hij waarom er zijn kop op zit, want het is echt een kast van een vis, man. Er zit wel een hele grote kop op deze 70. Ouwe, 96. We kunnen het nog. Oei, oei, oei. Lola, ben je blij? Dat is wat, ja. Dat is wat. Dag.
jongens. 96. We hadden al 5 meter snoeken vandaag. En een paar kleinere natuurlijk ook. Een paar snoekbaarsen. En dan nu ook nog eens eentje van 96. Ongekend. Echt bizar. Wat een ding, joh. Kijk maar naar de kast van een visje. Wat een dag, jongens. Maar hoe kan dat nou weer dat het zo goed gaat met die grote vissen? Dat is bizar. Ze hebben gewoon even 2 maandjes rust gehad. En ze zijn gewoon weer dom geworden. Helemaal dom. Oké. Nou, kom mijn eerste snoekbaars van het seizoen. Joehoe. Stukje klein. Ja, net zo groot als die van jou. Jij lik je rustig, rustig. Jepla. Nou is hij weg. Zo, dat was de eerste dag van het seizoen. Het zonnetje is langzaam aan het zakken. En wij hebben de buit meer dan binnen. Ik denk dat dit echt de meest gestoorde openingsdag ooit was. Dit was echt bizar. We hadden 2 snoeken boven de 1,10. 3 snoeken boven de meter. 2 of 3 snoeken boven de 90. En een snoekbaars van 96. En nog een paar kleine. En nog wel klein grut. Ja, niet normaal. Echt bizar. Echt, niet normaal. Maar, dan denk je, nu is het afgelopen. Nee, nee. Wij gaan lekker onze spulletjes pakken. En we gaan lekker morgen. In... Nog een dagje. Morgen nog een dagje. In de open lucht slapen. Stretchetje. In de boot. Dus dan gaan we nou eens eventjes klaarmaken. Dus dat laten we dadelijk nog wel even zien. Maar vandaag. Topdag. Ik denk dat die oogjes wel heel lekker dicht kunnen gaan hoor. Ik ben benieuwd hoe die hond gaat slapen buiten. Zo, we zijn geïnstalleerd voor de nacht. Hans, jij slaapt in de boot? Dat is de bedoeling. Hugo, jij hebt de stretcher ergens op de kant gezet. En ik heb de mand van Lola en de stretcher voor mij geïnstalleerd. Nou drinken we nog even een klein pintermannetje op een geslaagd eerste dag van het seizoen. En dan gaan we onder de wol. Morgen weer een dag. Tot morgen. Goedemorgen, 2 erg uitgeruste koppies. Oh, heerlijk. Nou, we hebben wel een lekkere, laten we zeggen, poging tot slapen gedaan hier in het in de openlucht. Ja, precies. Ik kom amper meer uit mijn woorden. Ah, goed, we hebben net even alle spullen weer gedropt bij de helling. Hondje even thuis gebracht. En nou zien we achter ons. Ik weet niet of je die ruik je dat? Al zien daar ergens. Hans met een heerlijke ontbijtservice. Gaan we eens even kijken. Wat hebben we in de aanbieding, Hans? Ontbijt. Ontbijt. Bestaande uit heel veel eten. Kwarkjes en muesli en bacon uiteraard. Worstjes. Eitje. Ik vind dat eitje er wel heel goed uitzien hoor. Dat is de spatel. Worstjes, vitamintjes. Lekker bezig, Hans. Ja. Hengels. Ah, knappe vis. Ja, maar je vergist hier al. Maakt het ook. Die is zeker van 90, ja. Exactimundo. Hier gaat het. Oh, ik ben thuis. Staat iets diep aan het draaien? Juist, dat is mooi.
akelig vervelend. Zo een beetje, hè? Hangen, zegt hij. Ja, ik zit helemaal in de zee dan. Ja, ik heb geankerd, hè. Prachtige vis, man. Ja, heerlijk. Vandaag een combi van ondiep vissen en een beetje paletje kijken. En dit is vandaag de mooiste. Helemaal top. Ja, zou ik wel richting de 80 gaan, denk ik. Net niet, denk ik. Even meten zo. Ik denk het wel, hoor. Goede schatting, 79. Net geen 80. De huge practice cup zou die 80 zijn. Ja, in de wedstrijd zou die 80 zijn, maar bij ons is hij 79. Hij mag snel weer zwemmen. Als je hem op het randje zit, dan weet je het wel. Oude vertrouwde Sick 5. Weer een hele knappe 70-plusser. Lekker. Ik probeer echt Hugo er ook eentje te laten vangen, maar hij verkloot zelf hoor. Dus probeer jij de volgende maar weer. Oké. Nee joh. Komt goed. Komt goed. Gewoon geluk. Blijkbaar kan ik toch nog een heel klein beetje vissen. Ik heb zo'n 24 keer langer nodig dan Simon, maar ja. Hij is er wel. Zo, het bootje staat weer op het trailertje. Heerlijk opening weekend gehad. Het bootje deed het weer perfect. Er zijn mega vissen gevangen. Gigantische snoeken de eerste dag. En natuurlijk extreme 69 centimeter snoekbaars. Lekker in de buitenlucht slapen. Vandaag ook nog heerlijk gevist. Iets minder gefilmd, iets minder grote vissen. Ook wel een paar mooie, ook Pelagic weer. Werpend een paar mooie vissen. Ook weer een meter snoek. Dus echt, we mogen niet klagen. Dit was de seizoensopening voor ons. Vond je het een leuke video? Laat even een duimpje en een comment achter. Subscribe, abonneer op het kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan zien we in de volgende video. Later!